Het is een fase, het is een fase, het is een fase. Dus alles wordt weer uit de kast getrokken. Terwijl je weet dat het eigenlijk niet zo goed is. Hallo allemaal! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is woensdag en we beginnen de dag met een... We zijn heel eventjes op zoek naar een broek. En eigenlijk hebben we hem al gevonden. Want we hadden zaterdag een hele leuke broek gezien voor Jola. En ik had beloofd om woensdagmiddag, wanneer we altijd eventjes moeder-dochter tijd hebben samen, om dan even te gaan kijken naar de broek. Dus hopen dat die er nog is, hè? En hopen! Let's hope, sir! Het gaat dus om die broek eigenlijk. Welke heb ik? Ja, ik denk 152. Dit is 128. Dit is... Wat vind je er normaal? 152. Ja, die moet je passen. Wat is je dress? Nou ja, die moet gewoon een beetje in beweging blijven. Dat komt goed. Hè? Jola die wil heel graag een leren rokje. En deze. Voor Jacks. Oh, zo leuk. Zo lekker warm. Maar dat krijg je niet. Dit is Jola de nieuwe broek. Waar is die van eigenlijk? Sports. Ja, maar van welk merk? Garcia jeans. Oh. Nou ja, er is iemand blij. Hij zit ook lekker alsof hij... Ja, hierop eet. Hij zit ook lekker alsof het een joggingbroek is. Wow. Dat gewoon echt. Niet taaltje. Met mosterd. Ik sta voor... Zit je weer vast? Zo gaat het dus de hele tijd met Jax in de box. Omdat hij de hele tijd aan het draaien is. Hallo. Hallo man die niet wil slapen. En wel lachen hè, als ik zo doe. Ja. Maar het is de bedoeling dat je gaat slapen. Slapen. Jax heeft vandaag een dag. Kijk, nu vertoon jij moe gedrag. Meneer... Nee. Nee, je gaat nu mee naar boven. We gaan nu weer proberen. Voor de zoveelste keer. Je vindt alles maar de hele tijd grappig. Totdat je in je bed ligt. En je bent ook wel een grappig ventje. Ja. Jongens. Ja. Nieuwe broek aan. Het is zo goed als op hoor. Ja. Vraag me niet waar alles zit. Ik weet niet of je het echt hebt opgegeten of gewoon overal hebt gesmeerd. Ja. Oké. Nog geen anderhalf uur wakker. Ja. Goedemiddag inmiddels. Ik zou nog heel eventjes een update doen over deze nacht. Hoe het ging met zijn ritme. Dank jullie wel allemaal voor de tips. Goed ook dat ik zelf dacht van nu is het wel eens welletjes met dat nachtbraken de laatste week. Niet meer om 4 uur ga ik voeden. Het is gelukt. Ik heb gewoon een speentje gegeven, water gegeven. En toen sliep hij verder. Dus helemaal goed. Ritmetje pakken we lekker op vanaf 7 uur nu. Vanaf nu. Dus, maar dat is nog wel even eraan werken. Want vandaag is Jax echt niet te genieten. Je zal het niet zeggen als je het ziet, hè? Zo'n liefs katje.
Het is natuurlijk ook wel een lief katje, maar hij is niet in zijn hum, echt niet. Het is een fase, het is een fase, het is een fase. Zoals iemand tegen mij zei vandaag. Breathe in, breathe out. Het is een fase. Tja, en dan kom je op het punt dat je toch maar weer dit gaat doen. Terwijl je weet dat het eigenlijk niet zo goed is. Maar ja, hè? Boomba, de grote redding. Zelfs dit houdt hij maar, ja, 10 minuutjes, een kwartiertje vol. Ik ben even snel babyhapjes aan het maken. Je moet wat tussendoor. Alles wordt weer uit de kast getrokken. Dit soort dingen, jongens. En dan kom je ook steeds weer bij dezelfde verhalen. Serieus, ik ben echt al 3 dagen lang allerlei fora aan het aflezen. Je sliep like a baby. Zie je? Hij slaapt. Halleluja. Dus ik sta weer eens in de file. Ik ben gewoon soms 3 kwartier bezig met Jola naar Turnen brengen. En dat is dan alleen brengen, hè? Dan moet ik er ook nog halen straks. Dat is nog eens fijn. Thuiskomen en hij slaapt nog. Maar ik heb gewoon het gevoel dat het volhouden, het aanhouden van dit nieuwe schemaatje wat ik nu heb gemaakt, nu al werkt. Trouwens, het schemaatje wat ik nu heb opgesteld voor Jax, ga ik uiteraard met jullie delen. Want er zijn heel veel vragen over geweest. Ik heb echt, nou, ik denk zoveel reacties van andere moeders gekregen over schema's voor baby's van 6 maanden. Echt zoveel, zoveel, zoveel. En ik heb uiteraard heel Google ook afgespit. En met de berichtjes van jullie had ik wel echt wat aan. En dus zal ik binnenkort ook het schema uiteraard met jullie delen, wat echt werkt voor ons. Maar ik wil hem wel even wat langer nog gaan proberen en echt ons eigen draai eraan geven voordat ik hem in de vlog ga delen. Want blijkbaar hebben best wel veel moeders er baat bij om echt een beetje zo'n schemaatje te zien. En dat snap ik ook heel erg. Want dat had ik ook heel erg behoefte aan. Ja. Ik heb dus even 1 broccoli-stronk en 1 bloemkoolstronk gekookt. Dit vindt hij heerlijk bij elkaar. Daarom maak ik het ook. Ik had gisteren worteltjes gemaakt. Die staan nog in de vriezer en in de koelkast. 1 voor nu. 2, 3, 4, 5. En bij elkaar is 1. Dus laten we zeggen 6 happies. Jackson vrieskist is weer gevuld. Oh, lekker. Sorry, Jax. Hoppa. Ja. Tja, dan koken we maar weer even zo, aangezien Jax gewoon niet echt in de box wil chillen. Iedere dag, Jola is een lekker extra snoepje voor jou aan het pakken. Oeh, ik ga er even deftig bij zitten hoor. Voor dierendag. Dixie, kom maar. Ja, gaan we lekker eten. Ja, lief hondje. Ga maar lekker eten. Ik wil een genie voor je kijken. Heel fijn voor je. Mr. Relaxo. Ik heb de hele dag keihard. Kijk, het ziet er heel vaag uit. Zo, die handen onder die... Waarom doe je dat zo? Oké, ik was zo. Ik ben trouwens klaar met editen zo'n beetje, schat. Oké, ik ben zo'n beetje klaar met spelen, schat. Dan gaan we samen... Naar boven, schat. Ik voel me even goed ik krijg. Wat zeg je? Ik voel me even hoe goed ik rijd. Film maar wat? Film even. Oh, film even hoe goed je rijdt. Seriously, like you care. Begin je eigen gamekanaal of zo. Doe even normaal, ik zit hier nooit achter. Nou, dit is echt voor niemand boeiend om te zien. Ik zeg jullie gedag. Dankjewel voor het kijken.